President Desiree Bouterse heeft gisteravond in het dorp Grand Creek in het district Saramaka de Sinjineti ter nagedachtenis van de slachtoffers van het bootincident op de Koppename rivier bijgewoond. De pijn en het verdriet was goed af te lezen van de gezichten van de bewoners van Grand Creek. Van dit inheems dorp lieten 4 kinderen en 5 volwassenen het leven bij dit tragisch ongeval. Het staatshoofd en de totale regering hebben vanaf het begin hun medeleven getoond. De districtscommissaris van Saramaka, Lakshminarayan Dubey, en de minister van Sport en Jeugdzaken, Lalini Gopal, waren ook geweest bij de Sinjineti. Verschillende troostliederen en gebeden zijn gebruikt om zo de nabestaanden de nodige troost te geven. De begrafenis van 8 dorpsbewoners vindt vandaag plaats te Groningen.